Welkom op mijn afstudeerstage. Kom. Ik loop stage bij Society Nederland. Society is een grote ICT-dienstverlener. Ze zijn wereldwijd gevestigd in 15 landen. Ze hebben wereldwijd 20.000 medewerkers in dienst. Hier in Nederland zijn dat er ongeveer 3.000. Ze houden zich vooral bezig op het gebied van business en ICT, applicatieontwikkeling, testen en infrastructuur. Mijn afstudeerstage is een vergelijkend onderzoek van softwareplatformen bij HRM Services. De platform moet ervoor zorgen dat er op een betere manier kennis, informatie en documenten gedeeld worden. Society wil daarnaast meer in communities gaan werken en op die manier een flexibelere en wendbaardere HR-organisatie neerzetten en daarmee ook het werkplezier van de medewerkers verhogen. De begeleiding vanuit Society is erg goed. Ik heb een stagebegeleider die goed feedback geeft en bereid is je overal mee te helpen. Daarnaast zijn de collega's toegankelijk en je bereid te helpen. En je voelt je een hechte collega. Ja, wat ik heel leuk vond aan Jeffrey is dat hij compleet eigenlijk een eigen of een collega was direct. Dus hij zat hier op de afdeling en wij werken heel flexibel. Dus hij zat ook wel eens in Amersfoort en Rotterdam. Hij leerde heel veel mensen kennen en voelde eigenlijk direct als een collega. En het leuke is dat het per 1 juli ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Dan wordt hij een echte societist. Dus dat vinden we alleen maar een hele leuke uitkomst. Hey Stefan. Hey. Het leuke aan deze opdracht is dat er bij Society een grote verandering heeft plaatsgevonden. Een grote organisatieverandering die vooral een hoop impact heeft op de medewerkers. En dat is ook het meest interessante en leuke aan deze opdracht. Het draait echt om de mensen. En daar baseer je ook je onderzoek op. Nou, wat wil ik later voor werk gaan doen? Ik wil richting de consultancy. Het bouwen van een brug tussen de IT en de en de business, dat spreekt mij het meeste aan. En bij Society heb ik een baan aangeboden gekregen. En ik begin direct na het afstuderen. Oké, bedankt voor je komst en tot ziens.